Vanavond zijn we te gast bij Regio Midden, waar Volvo-liefhebbers zich verzamelen. Ik ben Erik Wielink van de Volvo Klassieke Vereniging Regio Midden. En we zijn hier voor een technische avond. Terwijl het spandoek aan de wand wordt bevestigd, begroeten de deelnemers elkaar, voorzien van een bakje koffie en een plakje cake. Automobielen zitten vol techniek. Daardoor zijn er vele onderwerpen voor technische avonden. Nou, dan gaat het over ontsteking, dan gaat het over de remmen, dan gaat het over... We zijn wel eens te gast geweest bij een motorrevisiebedrijf. Nou, dat is ook hartstikke leuk. We hebben zelf een keer een enquête gedaan van wat wil je nou het liefst behandeld zien. En nou, roest stond op 1. Dus we hebben al een keer een technische avond gehad over roest. Ja, wat is roest en vooral hoe bestrijd je het? Hoewel sommigen van ons ieder moertje en boutje van hun auto in handen hebben gehad, is er een grote groep liefhebbers die wat minder sleutelervaring hebben of graag de ervaringen van anderen horen. Mensen onderhouden graag hun auto zelf. En met deze avonden geven we mensen een inzicht van hier kun je rustig aan beginnen. Of dit ligt toch wel op een behoorlijk technisch hoog niveau. Dan moet je goed toegerust zijn met apparatuur, geduld, kennis, om niet uiteindelijk een teleurstelling op te lopen. En er staat iemand uit te leggen die het kan en die je kunt raadplegen. En dan is de hobby en het zelf doen ook heel leuk. We weten allemaal dat Volvo's oerdegelijk zijn. Het stuurhuis, het onderwerp van vanavond, is een component dat na 40 of 50 jaar best wel eens nagekeken mag worden. Het stuurhuis is natuurlijk een ding wat de beweging van het stuurrad omzet in het uitslaan van de wielen. De meeste mensen onderschatten hem. Op een gegeven moment gaat hij stuk en dat gaat heel sluimerend. En niemand ziet het, niemand merkt het. Totdat hij stuk is of versleten is. En dan merk je het, dan wordt je auto onzeker op de weg. Daar merk je het aan en je hebt kans dat hij afgekeurd wordt van APK. En ja, de meeste mensen zoeken ze tweedehands, zoeken ze er een op. En die plaatsen erin of ze laten hem reviseren. En eigenlijk is het best zelf te doen. Dat is veel leuker in elk geval als de auto alleen maar wassen één keer in de week of zo. Om zondags mooi te laten zien. Door het zelf te doen leer je het meeste. Dan kan je het ook andere mensen vertellen. Want nu is er ook iemand die heeft zo'nzelfde stuurhuis hier liggen. En die zit met exact hetzelfde probleem. Krijgt hem niet af. Nou ja, dan kan je uitleggen hoe ik dat opgelost heb. Alleen, we zien bij regelmatig bij auto's. Vooral hier. Op een deel van de balk, dat daar een lekkere plas olie komt te liggen, lekker vet, zand erbij. En waar komt die olie nou vandaan? Komt er echt uit het stuurhuis. De technische avond is een succes. Het onderwerp zorgt voor veel gesprekstof en de deelnemers vinden het leuk een collega sleutelaar te horen vertellen. Ja, het is gewoon leerzaam. Dat is gewoon altijd positief en goed om mee te nemen. Als je zelf gaat beginnen aan auto's. Dan is dat makkelijker als dat je het gewoon op papier of uit een boekje moet lezen. Uit een of andere manuel of wat dan ook. Nu zie je het echt. Ondanks de hoge opkomst is er maar één vrouw aanwezig tussen de Volvo-mannen. Ja, erg hè? Ik had er eigenlijk wel wat meer verwacht. Ik sleutel voornamelijk aan oude klassieke Honda-motorfietsen. Daar ben ik mee begonnen. En ja, nu heb ik zelf een 240 gekocht uit 83. Nou ja, daar begin ik nu aan te rommelen. Dus het wordt een leerauto, zeg maar. Leren en gezelligheid gaan hand in hand. De mensen komen voor de techniek, maar de mensen komen ook voor een kopje koffie en een stuk cake. En ja, na de presentatie of na de techniek is er ook voldoende tijd en gelegenheid voor het sociale aspect. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Die moet eraf. En daar heb je de meeste moeite mee. Johan Tax hoort zelf bij de regio West, maar heeft inmiddels de presentatie ook bij regio Noordwest gehouden. En vanavond regio Midden. We kunnen dus bijna spreken van een tournee. Nou, ik ben bang van wel, want ik ben al gevraagd waarschijnlijk voor Oost ook. Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van onze regio's, kan op de website de agenda raadplegen. In het Volvo Klassieker Magazine het regio gedeelte lezen of zich abonneren op de nieuwsbrief.